Met Zwaantje van Sprundel. Welkom allemaal bij het allereerste Kinderboekenweekjournaal, waar wij het nieuws bespreken over kinderboeken, schrijvers, Worden wat je wil en het aankomende kinderboekenfeest in het Cultuurgebouw. Het thema van het Kinderboekenweek is Worden wat je wil. En daarom hebben wij onze jongste nieuwsreporter gevraagd om zich te verdiepen in het onderwerp. En vandaag is onze nieuwsreporter Aagje op bezoek bij de brandweer. Voor een heel interessant interview. We schakelen meteen naar haar over. Aagje, ben je daar? Ik hoor je, Zwaantje. Dit is Aagje met een vraagje. En ik sta hier in de brandweerkazerne van Haarlemmermeer. En ik ga vandaag uitzoeken wat het betekent om brandweervrouw te zijn. En hoe je dat eigenlijk wordt. Ben je ook zo nieuwsgierig als ik? Nou, kom dan mee. Wat wou je vroeger eigenlijk worden? Wou je altijd al brandweervrouw worden? Wilde ik niet eerst. Ik wilde eigenlijk graag in het leger altijd. Maar dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. En toen op een gegeven moment ging ik een hbo-studie doen. Integrale veiligheid. En toen werd ik gevraagd om als vrijwilliger bij Brandweer Urk aan de slag te gaan. En vanuit daar ben ik naar de beroeps gegaan. En wat doet u eigenlijk allemaal op een dag? Die begint om 8:00 's morgens. Nou, dan gaan we eerst even met elkaar een praatje maken van hoe de dag eruit gaat zien. Dan gaan we de auto controleren of alles nog compleet is, of alles bijgevuld is. En 's middags gaan we meestal oefenen. Want je moet natuurlijk wel geoefend blijven als brandweervrouw. En om 4:00 gaan we sporten. Dat is ook elke dag, of elke dienst, gewoon een verplichting. Gaan we sporten met z'n allen. En om 6:00 gaan we eten maken en eten. En dan begint de avond. En we slapen hier ook. Tot de volgende ochtend 8:00. En wat zijn de meeste noodmeldingen die u op een dag hebt gehad? 12 stuks op één dag. Dat zijn er wel heel veel. Ja, dat was wel druk, ja. Wat is nou eigenlijk het allerleukste van brandweervrouw zijn? Nou, ik vind het leukste vooral als je mensen blij kan maken, mensen kan helpen, als je een dier kan redden. Nou, ook met je collega's samen zijn de hele dag. Het samen sporten, het samen eten, samen boodschappen doen. En zijn er ook minder leuke dingen? Ja, die zijn er zeker. Als je bijvoorbeeld bij een heftig ongeluk komt of je moet naar een reanimatie. Ja, dat zijn wel minder leuke dingen, ja. En heeft u ook ineens katten uit de boom moeten redden? Ja, heel vaak. Dat komt regelmatig voor. En bij mij thuis weten ze ook dat ik bij de brandweer zit. Dus dan wordt er wel eens aangebeld van, kunt u even helpen de kat uit de boom halen? Maar als je wilt kunnen we wel even een rondje lopen door de remise hier. Zoals je ziet hebben wij verschillende soorten brandweerauto's. En waar is dan eigenlijk de bekende brandweerpaal waar jullie altijd van afglijden? Nou, kom maar even mee, dan laat ik hem zien. Nou, hier is hij dan. De bekende brandweerpaal. Wow, die is wel heel hoog. Ja, hè? Gebruiken jullie hem nog veel? Vroeger werd hij wel gebruikt, maar helaas mogen we hem nu niet meer gebruiken vanwege de veiligheid. Dus nu gaan we gewoon met de trap. Nou, hij was best wel hard. Heel erg bedankt voor het interview. Ik vond het heel interessant. Ja, graag gedaan. Dit was Aagje met een vraagje. Terug naar de studio. Dankjewel, Aagje. En nu over naar het volgend nieuws. De voorbereidingen voor het Kinderboekenweekfeest zijn in volle gang en het belooft echt een geweldig feest te worden. Er zijn workshops, schrijvers en andere activiteiten. Echt te gek. We schakelen nu over naar het Cultuurgebouw waar de twee organisatoren super hard aan het werk zijn om alles op tijd af te krijgen. Peter Pennestreek en Lara Leesbril, zijn jullie daar? Oh ja, ja, ja. Hallo Zwaantje, wat leuk dat je er bent. Ja hoor, ja, we zijn heel erg druk bezig. Leuk dat je er bent. Wat kan ik voor je doen? Hoe gaan de voorbereidingen? Hallo Zwaantje, hi, Peter hier, Peter Pennestreek. Wij organiseren die hele dag. Dat is een heel belangrijk werk. En daarom hebben wij de taken strak verdeeld. Want
Anders loopt het helemaal in het honderd. En dat wil je niet. We hebben de uitnodigingen al verstuurd. Hè. Er komen hele belangrijke mensen. Dat wilt u echt niet missen. Kijk eens, laat even zien. Kijk eens. Dit is de poster, Zwaantje. Ja. En moet je kijken, dit is hier schrijver. Ja. Ja, weet je wel hoe die heet? Ja, weet jij nog hoe die heet? Ja, dat is leuk. Daar heb je aan meegedacht, hè? Heb je aan meegedacht. Niet ontworpen. We hebben hem ontworpen. Nee, je hebt hem niet ontworpen. Je hebt eraan meegedacht. Peter en Lara. Oh, kijk eens. Hallo, dit is onze stagiair. Kijk, zij gaat helpen met de organisatie van de organisatie van de organisatie. En later wordt ze ook organisator, hè? Ja, leuk dat je er bent. Peter en Lara, ik heb iets. We zijn even bezig, dus nu even niet. Ja, we hebben het nogal druk. Zie je? Ja, dus misschien straks even. Goed? Ja. Komt goed. Is namelijk het organiseren van zo'n grote dag is een enorme verantwoordelijkheid. Dat moeten we wel goed organiseren. Juist. Ja. Gaat het nu juist om. Wat dan? Wat is er? Je zit de hele tijd aan ons hoofd te zeuren. Ik heb hier de officiële uitnodigingen. Die zijn nog niet verstuurd. Wat? Maar die moeten er meteen uit? Dat zijn alle uitnodigingen van de schrijvers en van de docenten van de workshops. Die moeten meteen eruit. Die hadden al weg moeten zijn. Ja, want anders hebben ze dadelijk allemaal afspraken. Dat wilde ik dus zeggen. Ja. Zwaantje, we moeten nog heel even iets regelen. Je begrijpt het vast wel, hè? We hebben het druk. Zo druk. Ja. Dat begrijp ik. Gaat alles wel goed daar dan? Oh ja, maak je helemaal niet druk. Alles is totally under control. Werk aan de winkel. Dag Zwaantje. Wij moeten... Alles is totally onder controle. Waarom zeg je dat nou niet meteen? De uitnodigingen zijn niet verstuurd. Maar ja, dat zal vast wel goed komen, toch? Nou ja, we gaan nu in ieder geval over naar onze boekentip voor vandaag. En die wordt gegeven door niemand minder dan onze eigen brandweervrouw. Ja, ik heb wel een tip. Mijn lievelingsboeken vroeger waren van Snuf de Hond. Dat is wel een beetje oud, maar volgens mij nog steeds heel leuk om te lezen. En als je wat meer iets in de stijl van het brandweerleven, dan is Brandy het brandweermeisje heel leuk om te lezen. Goed, dat was de boekentip. En dat was ook het eerste kinderboekenjournaal voor vandaag. Morgen zijn we terug en dan gaan we kijken hoe het is afgelopen met die uitnodigingen. En hebben we een interview met Joshua Douglas. Tot morgen, bedankt voor het kijken en veel leesplezier. 1, 2, 3, 4. Kinderboekenweek journaal.